De herenboerderij is een gezamenlijke boerderij. Dus we zijn met 200 gezinnen, hebben een boer in dienst. En die voorziet in ons eigen voedsel. En wij bepalen zelf wat er geproduceerd wordt. Nou, het begint natuurlijk bij een pril idee. En dat praat je eens een keer in de kroeg met elkaar. En dan ontstaat er een kartrekkersgroep. Dus een kleine groep enthousiastelingen die zegt van nou, we willen het wel eens gaan proberen. En dan moet je de community bij elkaar brengen. De boer moet in dienst. En je hebt een gebied nodig natuurlijk. En hier op het Wilhelminapark is natuurlijk een prachtig landschap met historie van een boerenbedrijf. Als nu straks iets de grond ingaat over een paar weken, dan gaan we er vanaf april gewoon van eten. Tot en met, ik hoop, jaar rond. Het is eigenlijk een boerderij van vroeger met de middelen van nu. Dus een boerderij 2.0. Dat je mensen de gelegenheid stelt om weer grip te hebben op hun eten. Dus dat ze met elkaar hier een boerderij van de grond krijgen. Ook de boer een eerlijke rol geven. Hè. Die krijgt gewoon keurig betaald en die wordt op zijn ambacht ingezet. Hij hoeft niet met pieken en dalen in de marktprijs en zo te zetten. En het sociale karakter. Het brengt mensen samen. Ik leer heel veel mensen kennen. Iedereen leert heel veel mensen kennen. En ja, dat is een prachtige energie, zeg maar.